Wat moet je doen als je na een druk en stormachtig jaar toch uitgerust op vakantie wilt gaan? Dan begin je je reis met een bezoek aan een kuuroord. Of nog beter, aan twee kuuroorden. En dat is nou precies wat we gaan doen. On y va? Even voor de duidelijkheid, dit is geen karaoke taxi. We gaan geen liedjes voor jullie zingen, daar hoef je absoluut niet bang voor te zijn. We zijn onderweg naar Vittel en Contrex Civiel. Gaan we een paar dagen vakantie houden. En ik krijg daar een body treatment. En dat body treatment, dat gaan ze doen met de zogenaamde Hydrojet. Dat betekent dat ik uit de kleren moet. Dus je hebt nu nog de kans om het filmpje vroegtijdig uit te zetten. Waar is het? Het is 8:30. 8:30. Tontos. Nou, dat was mooi op tijd, want we hebben zo dadelijk een afspraak bij Vittel Ta Natuur. Dat is een nieuw natuurpark hier in de Lorraine. Het schijnt bijzonder mooi te zijn, dus ik ben benieuwd. Dit is onze sympathieke gastheer Mathieu Albouchière. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het park, waarin je vakantiehuizen kunt huren die volledig vanuit een ecologisch principe zijn ontworpen. Bovendien heb je direct contact met de dieren op het terrein. Ook kunst is een belangrijk aspect van Vittel Ta Natuur, zoals deze metershoge en volledig uit hout samengestelde boekenstapel. Er zijn kruiden uit eigen tuin, tal van mogelijkheden om te mediteren en om beroemdheden te ontmoeten. Inside here you've got Harry and Meghan, our royal couple for Vittel. Aan de bijgeluiden op de achtergrond kun je wel horen dat ze nog steeds volop bezig zijn met het bouwen van dit park. En ze moeten een beetje opschieten, want over 2 weken dan moet alles klaar zijn. En dan kun je bijvoorbeeld overnachten in zo'n boomhut die je hier achter me ziet. En voor de prijs hoef je dat ook helemaal niet te laten. Want voor 2 personen betaal je voor 1 nacht slechts €90, inclusief ontbijt. Nou, dit is het casino van Contrex Civiel en hier binnen schijnt een bijzonder mooi theater te zijn. Kom maar even kijken. Nou, ze hebben natuurlijk geen woord te veel gezegd, want dit is natuurlijk een geweldig staaltje. Eind 19e eeuwse architectuur uit de tijd van de Belle Époque. En dan is het zover, het moment dat ik uit de kleren moet in de termen van Vittel en Contrex Civiel. Om te beginnen met de populaire Hydrojet. Zo, wat vond je ervan? Ja, lekker. Ik zou nog wel een keer willen. Dat vind jij leuk, hè? Dat vind je leuk, hè? Om mee te filmen met zo'n ding op mijn kop, hè? Nou, ben je nou klaar met dat badderen en met al die behandelingen hier beneden? En ga je nog even naar het dakterras om van de zon te genieten. De termen van Vittel en Contrex Civiel liggen in een ruim opgezet park met evenoude bomen en statige architectuur. Het valt er nog niet mee om deze prachtige omgeving achter ons te laten, want morgen rijden we weer door naar het zuiden. Maar op de terugweg gaan we hier zeker opnieuw naartoe.
Tot zover dit vlog over Vittel in Contrexeville. Volgende keer gaan we naar het fascinerende moeraslandschap van de Camargue. Kijken dus. Tot dan.